Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft onlangs tijdens controlewerkzaamheden een aantal visvergunningen ingetrokken. Dit verklapte minister Prahlad Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers aan journalisten. De bewindsman zegt dat er wat rust is wat betreft illegale vissers op Surinaamse wateren. Wel, het is nu zeker wat minder. We treden heel erg hard op. En we hebben weer een ronde gehad van het intrekken van vergunningen. En men blijft koppig doen. Maar ja, als je de vergunning intrekt, dan begint men links en rechts te schoppen. Maar het wordt wel minder. De illegaliteit, we hebben ook onze informatiebron in Guyana. Je ziet daar nu nauwelijks Surinaamse boten aangemeerd. Dus ik denk dat het de goede kant op gaat. Siudien zegt dat wat betreft inschrijvingen voor de import van vee er al vorderingen zijn. Een ondernemer is bezig en er wordt een terrein in Saramaca klaargemaakt en ingericht om de dieren in quarantaine te plaatsen. Hierna zullen er verdere stappen genomen worden.